Het komend schooljaar zal het dorp Guyaba in Sipaliwini mogelijk geen middelschool meer hebben. ABO-parlementariër Ramon Kudumusu zei gisteren in de Nationale Assemblée dat hij tijdens een bezoek aan het dorp 2 weken geleden van het traditioneel gezag heeft vernomen dat het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur van plan is de school voorgoed te sluiten. Bij navraag bij de bewindsman hoorde Kudumusu echter dat de school niet wordt gesloten. Echter geeft de DNA-lid aan dat de geruchten niet ophouden. Zijn we in de vakantie? En we kregen informatie uit van het dorp dat komend schooljaar dat de middelschool komt ophouden te bestaan. Voorzitter. Verder, via u vragen we de minister, de regering, om duidelijkheid te geven van wat precies gaat gebeuren. Voorzitter. Voorzitter, het dorp heeft die school nodig. We weten hoe belangrijk onderwijs is. Ja, voorzitter. VHP-parlementariër Nisha Jakri maakte ook melding van klachten die zij binnenkrijgt over een leegloop van leerkrachten op de bijzondere scholen. Ze vroeg ook naar mogelijkheden van leerkrachten die pas van de kweekschool komen. De leerkrachten hebben mutaties gevraagd om te gaan naar de openbare scholen. Hebt u misschien enig idee waarin het zal liggen? Ik weet niet in hoeverre de mogelijkheid bestaat, maar hebt u misschien ook gekeken naar het curriculum van de kweekschool? Hoe zullen wij daar omgaan? Hoe gaan wij de leerkrachten daar klaarmaken voor de school? En zoals u het weet, jaarlijks krijgen we zoveel studenten die afstuderen van de kweekschool en die vechten voor een plek om in het onderwijs te staan, vooral bij GLO. En soms moeten ze 5 jaar wachten en voordat ze voor de klas komen staan, hebben ze een deel van de leerstoffen ook al vergeten. Minister Henry Orie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur ging gisteren niet in op alle vragen van de leden van het parlement. Hij beloofde op korte termijn met de antwoorden te zullen komen.